Hi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe aflevering. Dat was een brus. Hi, I'm Suzanne and in this series I'm going to show you how we built Superyachts at Fetship. From the first sketch to its launch 3 years later. Hi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van Inside Fetship. In deze aflevering ga ik kijken wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een kast aan boord. Jazeker, het interieur is deze week aan de beurt. Ik ben nu aan boord van een van de nieuwe Fetships waar we de kast gaan bekijken. Ik ben hier met Mick. En Mick gaat iets vertellen over deze prachtige kast die hier achter ons staat. En Mick is meubelmaker. Waar staan we eigenlijk nu? Welke ruimte is dit? In de gym. Hier zien jullie een prachtige kast. Er zitten stukjes RVS, hoofdglas gepoetst, erin gelegd. De tapejes eroverheen zijn om te zorgen dat het niet beschadigd op het moment dat het geplaatst wordt. En wanneer gaan die tapejes eraf? Als de boot eenmaal opgeleverd wordt, dan pakken wij alles in de ruimte uit. Dus ook de tapejes eraf. En dan zul je de hele kast helemaal zien. Hier zie je ook hele bijzondere deurknopjes. Die zijn speciaal ook ingelegd. En de deur gaat op deze manier open. Hier aan de binnenkant zie je vineer. Dat is gekocht, gebleekt in Italië. En daarna verwerkt en gespoten door ons. Ik ben hier nu net in Moordrecht aangekomen. Een van de twee locaties waar Fetship interieuren bouwt. En hier gaan we dus het proces van de kast bekijken. Ik sta hier met Walter en Walter is projectengineer. Walter, wat gebeurt hier eigenlijk? Nadat de tekeningen van de veld komen, gaan wij checken of het interieur, zoals de architect dat aanlegt, of dat in de box past. Wat is een box? Je begint met een casco. Casco heeft een bepaalde maat. Wij gaan je technische installaties gaan er vanaf waardoor de ruimte kleiner wordt. Ja. Isolatie gaat eraf en dan blijft er een ruimte over waar het interieur in past. Waar kijken we hier nu naar? We kijken nu naar een bouwelement zoals wij dat kennen. Zoals die de fabriek dadelijk ingaat. Ja. We maken eerst het 3D-model, zodat de tekening te lezen is vanaf een papieren vel. En niet alleen vanaf een beeldscherm. En we staan nu op de afdeling afschrijverij. Hier worden de tekeningen vertaald in een houtstaat. Een houtstaat is eigenlijk niks anders dan een lijst met alle onderdelen van een meubel. Met alle maten en alle machinale bewerkingen die daaraan horen. Welkom in de werkplaats van de interieurbouw. Vooral hier hebben ze prachtige benamingen voor. En ook dit, want we zijn namelijk op de... Vineerzolder. Ah. Vineer is eigenlijk een plankhout in hele dunne plakjes opgesplitst. Dus als je hier bijvoorbeeld een plank ziet, ja, dan zie je dat allemaal hele dunne velletjes zijn. Dit vineer dat wordt aan elkaar gevoegd om er een hele brede plank van te maken, ja, met een egale uitstraling. Vineer wordt in de meeste gevallen gespiegeld toegepast en spiegelen is niets anders dan van een boek vineer de vellen op deze manier aan elkaar zetten. Nou, op het moment dat ik het zo aan elkaar leg, dan loopt het door. En dat is eigenlijk de bedoeling wat je met vineer doet. Op het moment dat we dat veelvuldig toepassen, krijgen we een heel breed vel vineer. En daar kan je een meubel mee vineren. Vanmorgen aan boord, hele mooie kast gezien van dit materiaal. En nu begreep ik dat er een soort van laagje op gaat om ervoor te zorgen dat het zo lang mogelijk dezelfde kleur houdt. Zoals wij zonnebrand opdoen. Zorgen dat we niet verbranden en niet verkleuren. Ja, hier gaat in principe een blanke lak overheen. Ja. En in die blanke lak zit een UV-blokker. Dezelfde kleur houden over 10 jaar kan je nooit. Nee, dat kan je niet garanderen. Anti-aging tegengaan. Precies. We hebben dus al uitgelegd hoe we het fineer maken. We hebben een basis waar het fineer op komt. En we hebben een vel tegen fineer. Om te zorgen dat het plankje niet krom trekt. Dit wordt eigenlijk met lijm op elkaar gelegd en in de pers gedaan. Hier achter ons hebben we allemaal planken tegen de muur aan staan. Wat gebeurt hiermee? Dit zijn fineerstalen. Ja. Hierop laten we aan de architect zien welke soorten fineer wij gekocht hebben. En hoe dus eigenlijk de betimmering van de hele boot eruit gaat zien. En ik zie hier allemaal gele stickertjes op zitten. Ja. Waarom zitten die erop? Want overal zitten gele stickers op. Ja, behalve op deze. De gele stickertjes waar niets op staat, dat is een goedgekeurde. Okay. En waar een kruisje op staat, bijvoorbeeld hier, dit vlekje vineer. Dit vlekje wil hij dus niet in zijn betimmering hebben. Ah, dat snap ik. Dat is ook niet zo mooi. Nee. Nou. Mijn dag met de Fetship meubelmaker zit er weer op. Lijkt het jou nou ook wat om net als Walter projectengineer of net als Mick meubelmaker te worden bij een van onze locaties?
Kijk dan hier beneden, want daar kun je de link vinden. Tot de volgende keer!